Als heel de wereld Pasen viert en alle klokken bijer, dan is het in de maand daarvoor een drukte van belang. Dan komt op een geheime plek de Paashaasvakbond bij elkaar. De plaats verschilt van jaar tot jaar, dus nu is hier en dan weer daar. En dan gaan ze aan de gang. Oh, ze praten en ze meieren en klagen over overwerk en veel te zware eieren. Want paashazen zijn snel, maar niet zo sterk. Als heel de wereld Pasen viert en alle klokken bijer, dan is het in de nacht daarvoor gewoon een gekkenhuis. Want elke paashaas rent zich rot met choco-ei en suikergoed, dat hij ook nog verstoppen moet. En zelf houdt hij niet eens van zoet en dan komt hij 's morgens thuis. Doodmoe van al die eieren en net als hij naar bed wil gaan, gaan alle klokken bijeren en daar heeft hij dus een teringhekel aan. Wanneer het bijna kerstmis is en alle klokken bijeren, denkt menig paashaas over een kwartaal is het alweer paas. Weer dat gedoe met eieren, weer dat gesleep en geverstop, dan zoekt hij vaak een jager op en zegt schiet mij maar voor mijn kop. En daarom eet men vaak met kerstmis haast.